Fijn dat u weer kijkt naar Door de Week Heen. Vandaag onder andere aandacht voor Helmonder in Thailand gearresteerd in verband met moordzaak. Helmond nog sterker maken. En we waren bij een musical onder water. Een clubicoon keert terug, want Tony Beekmans is weer te vinden in het Lavans Stadion van Helmond Sport. Beide partijen zijn een aantal taken overeengekomen. Zo zal de 65-jarige oud-voetballer gaan fungeren als gastheer in de businessclub en de bestuurskamer bij thuiswedstrijden van het eerste elftal, een aantal jeugdtrainers gaan coachen, de jeugdscouting versterken en de samenwerking met een aantal grote amateurclubs gaan intensiveren. In het verleden speelde Beekmans veruit de meeste wedstrijden voor Helmond Sport. Tussen 1968 en 1981 droeg hij 381 wedstrijden het rood-witte shirt van Helmonds Trots. Daarna heeft Beekmans zijn sporen verdiend in het amateurvoetbal bij clubs als SV Deurne, SV Zomeren en VV Gemert. Bij laatstgenoemde hoofdklasser is hij speler, trainer en recentelijk technisch manager geweest. Sinds september zijn de ochtendtreinen richting Eindhoven weer overvol. Dat blijkt onder meer uit de vele tweets daarover. Vooral de Intercity van 10 voor 8 blijkt een complete ramp te zijn. De ongezouten meningen van treinreizigers laten ook weinig te raden over. Forenzen voelen zich als de spreekwoordelijke sardientjes in een te klein blikje. Burgerlijke ongehoorzaamheid komt natuurlijk ook voor, dan maar in de eerste klas. Maar ook die is vaak te vol. Treinen schijnen trouwens ook niet te rijden als de wagons te vol zijn, iets wat regelmatig voorkomt. Over het algemeen reageert de NS keurig op dergelijke tweets. Sommige treinen worden zelfs al verlengd. Wat is het tegenwoordig toch mooi aankomen op het station van Helmond, vond wethouder Paul Smulders afgelopen week. Maar vertrekken blijkt dus een stuk lastiger. Als u slechtziend bent, let de komende tijd dan extra goed op wanneer u gaat winkelen. Want de gemeente Helmond gaat in het vervolg soepel om met het verbod dat winkeliers hun kledingrekken, reclameborden en aanzichtkaarten op straat mogen zetten. Het zogeheten uitstallen van spullen uit de winkel is eigenlijk verboden. Maar na veel protesten van de middenstand ziet de gemeente Helmond overtredingen op dit verbod nu door de vingers. Het gaat om een proefperiode tot het einde van dit jaar. En daarna komen er nieuwe regels. De verdwijning van Chris Kremers en Lisanne Froon heeft het hele land wekenlang bezig gehouden. De verslagenheid was dan ook groot toen vast kwam te staan dat zij om het leven waren gekomen in de Panamese jungle. Maar de zoektocht naar de toedracht van wat er gebeurd is nog niet ten einde. De ouders van Chris hebben besloten om verder te gaan. Om geld in te zamelen om verder onderzoek te kunnen doen, is op woensdag 1 oktober de single Without You Here, Song for Chris, van het duo Marco Oostra en Frankie Lee uitgebracht. De volledige opbrengst van het nummer gaat naar Answers for Chris. Schrijvers Joop Kessels en Vincent Perquen zijn erg begaan met het lot van de twee meiden en kwamen samen op het idee om door middel van een speciaal voor Chris gemaakt lied nog meer geld in te zamelen. Op dinsdag 2 september werd de videoclip van het nummer opgenomen in de cacaofabriek in Helmond. Tell me where you've gone. What's been going on? Seems like only yesterday when you got on that plane. Tell me what went wrong. What could we have done? There are demons haunting me at night, driving me insane. Kuipers uit Helmond is de winnaar van de fotowedstrijd van de Peelandse Molenstichting. De fotowedstrijd werd gehouden in het kader van het 35-jarig jubileum van de stichting.
Het onderwerp moest een van de bij de stichting aangesloten molens, waarvan enkele molens uit Laarbeek en Gemerpakel zijn, of voorwerpen bij die molens. Een driekoppige jury bestaande uit Joep Koppens, Marloes van der Heij en Ton van den Meulenhof heeft de foto's beoordeeld. Daarbij hebben ze vooral aandachtig gelet op het kleurenspel van het licht en de herkenbaarheid van de molen. Van sommige ingezonden foto's kan zo een aanzichtkaart worden gemaakt, luidde het oordeel. De winnende foto is genomen bij de Johanna Elisabeth Molen in Vlierde. Kickbokser Niki Holske heeft zijn 6e profpartij met succes op zijn naam weten te schrijven. Holske won de wedstrijd namelijk met een knock-out. Tegenstander Ruslan Chilev wist 4 ronden lang de klappen van Holske te overleven, maar in de 5e ronde deed een linkse directe van de Helmonder hem de das om. Een man en een vrouw zijn zwaar gewond geraakt toen zij zaterdagavond 11 oktober tegen een tractor met pech aan zijn gereden. Dit gebeurde op de N270 waar de tractor stil stond, midden op de weg. De auto moest door de brandweer opengeknipt worden zodat de man en de vrouw uit het voertuig gehaald konden worden. De auto reed vol op de laadbak van de tractor. De gewonden van het ongeval zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Naar nu gebleken is vorige week de 45-jarige Helmonder Mathieu M. in Thailand gearresteerd in verband met de moord op een 35-jarige vrouw. Volgens de Thaise krant The Bangkok Post heeft hij haar van het leven beroofd door haar met een hard voorwerp, vermoedelijk een tablet, op het hoofd te slaan. De vrouw werd door haar vader dood aangetroffen op de vloer van haar appartement. Op de muur was een handgeschreven briefje bevestigd waarin de vrouw van allerlei zaken beticht werd. De aanleiding van het voorval zou liggen in het feit dat de vrouw herhaaldelijk met mannen chatte. En dat zinde de vermoedelijke dader blijkbaar niet. De Helmonder vluchtte naar Cambodja, waar hij enige tijd later door de politie werd gearresteerd. Hospice en logeerhuis Valkenhagen had op zaterdag 11 oktober een inloopmiddag. Bezoekers konden een van de 12 kamers bekijken, de centrale huiskamer, de stilteruimte en de mooie tuin. Valkenhagen is een huis waar mensen in hun laatste levensfase kunnen verblijven en waar patiënten terecht kunnen die 24 uur verzorging nodig hebben na een operatie. Familie en kennissen kunnen dag en nacht op bezoek komen. Naast professionele krachten zijn er veel vrijwilligers in de weer om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Ik ben nog niet eerder in een hospice geweest, dus ik ben heel nieuwsgierig. In het hospice nemen wij mensen op met een palliatieve indicatie. Dat wil zeggen, mensen aan het einde van hun leven, die krijgen hier een stukje begeleiding en verzorging. En ook hun naasten, daar hebben we alle aandacht voor. Wij zijn ook logeerhuis, en dus voor mensen met een tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld na herstel van een operatie, die dan hier tijdelijk kunnen verblijven, omdat ze korte tijd zorgondersteuning nodig hebben. Voor alle gasten is er een eigen kamer met een kitchenette en een badkamer. We hebben ook een huiskamer om gezamenlijk koffie te drinken of een activiteit te doen. Er is hier 24 uur personeel aanwezig, professioneel personeel. Nou, ik zit ook op een kruispunt van wegen in mijn leven. Ik ben niet meer helemaal gelukkig in mijn werk. En ik zou graag wat meer willen betekenen voor andere mensen. En ik heb onlangs een traject gedaan met individuele coaching, waar heel sterk uit naar voren kwam. Ergens wist ik dat wel, dat ik veel meer met mensen wil werken. Ook mensen die in een moeilijke fase van hun leven zitten. Daar zie ik voor mijzelf dat ik daar iets aan bij kan en wil dragen. Hoe zich dat precies gaat vormen, dat weet ik nog niet precies. Dat is ook de reden dat ik ook vandaag hier een kijkje kom nemen. Maar ik voel wel dat daar mijn hart ligt. Ik ben vrijwilligster. Ik kom uit Zomeren en ik werk al 3 jaar hier in Hospice Valkenhagen. En ik doe dit werk met heel veel plezier en intentie voor de gasten. Wat ik hier doe, het is heel algemeen. Ik werk ook mee in de verzorging. Mensen verzorgen samen met verpleegkundigen. Wat mijn specialiteit is eten, koken 1 keer in de week. Omdat het voor de mensen heel belangrijk is dat ze nog lekker kunnen eten. Iedereen is hier welkom, ongeacht geloof of levensovertuiging. Helmond nog sterker maken. Dat is het nieuwe doel van Helmond Marketing. In de persoon van Pieter van Geel heeft de organisatie gemeend daar de ideale persoon voor te hebben gevonden. Van Geel
volgt per 1 november Michael Eichelsheim op als voorzitter van Helmond Marketing. De voormalige Helmondse gemeentesecretaris van Geel heeft zijn eigen adviesbureau en vervult diverse commissariaten en toezichthoudende functies in heel Nederland. Het is de bedoeling om meer bezoekers, bewoners en bedrijven te trekken. En wellicht nog belangrijker, door mensen en bedrijven voor de stad te behouden. Gemeente Helmond en Helmond Marketing willen samen een nieuwe impuls geven aan het vermarkten van de stad. In nauwe samenwerking ligt er nu een nieuwe strategie met concreet activiteitenplan. Een realistische aanpak, passend bij Helmond en voortbordurend op wat er al is. Een belangrijk onderdeel is partijen te stimuleren om samen te werken in en aan het belang van de stad. Helmond Marketing gaat een verbindende en aanjagende rol op zich nemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met de nieuwe aanpak. 4 jongeren in de leeftijd van 20 tot 22 jaar en afkomstig uit Den Haag, Helmond en Eindhoven belanden zaterdag 11 oktober in de cel toen ze werden betrapt op een reeks vernielingen in Leiderdorp. Het viertal trok daar een hek uit de grond en vernielde een pas aangeplante boom. Daarna stapten zij in een limousine en reden weg. Agenten die de melding ontvingen zagen de auto rijden en hielden de bestuurder staande. Het viertal dat achterin zat werd vervolgens aangehouden. Er liggen al pepernoten in de winkel. Ja, klopt. Nou ja, het is oktober. Vorig jaar vond ik het erger, het was het eind augustus. Maar ja, het hoort een beetje bij de herfst, het hoort een beetje bij het seizoen. Heeft u ze al gekocht? Nee, veel speculaas. Dat is het enige waar ik me aan bezondig. Dat dan wel, maar pepernoten nog niet, nee. En wat vind je ervan, al die ophef over Zwarte Pieten? Dat vind ik gewoon belachelijk, eigenlijk, als jij mag zeggen. Waarom? Nou, mensen uit het buitenland komen hier naartoe. En dan gaan ze nog een beetje de regels hier liggen bepalen. Nou, ik vind dat niet de gang van zaken, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wat vindt u nu van alle ophef over de Zwarte Pieten? Dat vind ik allemaal onzin. Onzin, want het is altijd goed geweest en nou ineens kan het niet meer. Dus ik vind het heel raar. Hè? Maar wat zouden we moeten doen dan? Gewoon doorgaan. Hè? Ja. Gewoon Zwarte Pieten? Gewoon Zwarte Piet, ja. Er is niks mis mee, er is helemaal geen discriminatie, nooit de gedachte bij gehad, dus. Zwarte Piet zou zwart moeten blijven? Ja, natuurlijk, natuurlijk. We hebben 400 al 300 jaar Zwarte Piet en nou mag het ineens niet meer. Waarom niet? Racistisch? Nee, dat denk ik niet. Folklore, volksfeest. En dat moeten wij in stand houden. Maar ze maken nou in de hele wereld uit wat wij hier gaan doen. Dat vind ik niet correct. Heeft u ze ook al gekocht? Jawel, al weken terug. Fijntje. Is het niet een beetje vroeg? Nee. Altijd lekker, hè? Wat vindt u nou van alle ophef over Zwarte Piet? Allemaal onzin, flauwekul. Gisteren de burgemeester ook het nieuws gezien. We waren allemaal voorstander, dus zwart is zwart, hè? Het feest zou gewoon zo moeten blijven en Zwarte Piet zwart. Ja. En Brian? Altijd, hè? Want u viert ook gewoon Sinterklaas? Ja, altijd. Vindt hij leuk. Hoort erbij. Maar wat vindt u nou van alle ophef over Zwarte Piet? Ja, ik vind het een beetje overdreven. Zo van, ja jongens, het is al 200 jaar zo, al langer zo. En nou gaan we er ineens ophef over maken. Ja, laat het lekker zo. Ik snap het niet zo helemaal. Tenminste, nee, ik kan me er niet heel goed iets bij voorstellen. Wat vindt u daar nou van? Want er is heel veel ophef over Zwarte Piet. Ja, maar ik vind veel dingen moeten veranderd worden. Wat is een beetje racist. Hè? En die zwarte daar moeten ze een beetje oppassen. Moeten een beetje andere tekenen komen. Maar vindt u het echt racistisch? Ja, sommige tekenen. Sommige tekenen zijn echt racist. En sommige liedjes ook moeten wat veranderd worden. Maar zouden er dan witte pieten moeten komen? Ja, voor mij mag niet uit de witte pieten. Nee. Niet de witte pieten, maar moet een andere naam komen. Niet de Zwarte Piet. Maar het is een oud feest, dus waarom zou het moeten veranderen? Maar de vierde heeft te veranderen. Dingen ook moeten veranderen. Hè? Nederland was niet zo vroeg. Hè? Alles veranderd zo. Waarom niet Zwarte Piet moeten veranderd worden? Nee, voor mij hoeft het niet veranderd te worden. Maar voor mij vind ik dat het moet veranderd worden. Want meer mensen vind ik niet leuk. Ik bedoel de zwarte mensen. Die vind ik niet leuk. Ja, zijn tegen. Maar wat zou je dan willen zeggen? Alleen die tekenen veranderen, misschien een andere naam. Dat vind ik.
moet aan de naam komen. Dankjewel. Ja, als ik dank. Maar moeten er dan gekleurde pieten komen bijvoorbeeld? Ja, ja. Nee, ik zou het niet. Nee. Ik denk dat we de zwarte pieten moeten blijven houden van vroeger. De laatste rommelmarkt in buurthuis Bloemenwijk, gehouden op zondag 12 oktober, werd erg druk bezocht. Alles moest weg omdat de organiserende buurtvereniging op 31 december van dit jaar voorgoed stopt. Ook hier slaat de vergrijzing toe en helaas is er geen nieuwe aanwas. Ook wordt de subsidiekraan steeds verder dichtgedraaid en lopen de kosten voor de baten uit. Jammer voor de wat ouderen, die konden toch nog enkele dagen per week bij de buurtvereniging terecht voor wat activiteiten. Maar helaas, het doek valt voor buurtvereniging Bloemenwijk, die bijna het 35-jarig bestaan zou vieren. Ik ben van de Sylvester Bernadette School, toen de tijd van de buitenschoolse activiteiten uit, een buurtvereniging samen opgericht met die mensen. Omdat het voor de school de buitenschoolse activiteiten te druk werd. En hebben we buurtvereniging Bloemenwijk opgericht. En dat is inmiddels al vanaf 1979, dus bijna 35 jaar. Helaas moeten wij nu met de buurtvereniging gaan stoppen, omdat we steeds minder leden krijgen. De leden die we hebben, die zijn allemaal aan het vergrijzen. En omdat de oudere mensen de helft van de contributie moeten betalen, hebben we daar dus ook veel minder contributie. De subsidies die worden steeds minder. En het pand en alles wordt duurder, het is niet meer op te brengen. De gemeente die wilde ook graag van ons hebben als dat we de ruimte meer gebruikten overdag. Daar hebben we gedaan wat we konden. We hebben daar de ouderen een dag voor de middag voor ouderen opgericht. Maar helaas waren we 4 mensen met 4 begeleiders. En ook de activiteiten die op het moment draaiden, ging allemaal steeds minder. We kregen steeds minder kinderen. Met de activiteiten met carnaval waren wij met 6 volwassenen en 2 kinderen. Hebben we 3 dagen hebben we daarvoor de zaak opgeruimd en ingericht. Helaas, het aanbod, de kinderen die komen bijna niet meer. En voorheen hadden wij meer contacten met de school, omdat wij zelf onze kinderen ook op school hadden zitten. Maar het hele bestuur is inmiddels ouder aan het worden. En we hebben geprobeerd om jongere mensen daar naartoe te halen, maar dat lukt allemaal niet. Het Storioni-trio opende het 60ste seizoen van de Kamermuziekcyclus in het Theodriese Instituut. Met pianotrio's van verschillende beroemde componisten. Een uitverkochte zaal beluisterde op zondag 12 oktober het zeer bekende trio. Het Storioni-trio beschikt over een zeer breed repertoire waarmee ze een gevestigde status bereikt hebben in Nederland en ver daarbuiten. Voor aanvang van de muziekmiddag gingen we een kijkje nemen bij de repetitie. Vandaag wordt ons officieel jubileumjaar geopend door het Storioni-trio, waar we bijzonder blij mee zijn. Het akkoordje is 20 jaar samen zingen, samen muziek maken, samen de mensen vermaken. 60 personen repeteren wekelijks en treden ook zowat wekelijks op. Een gezelligheidsclub waar velen al van genoten hebben en nog steeds van genieten. Op zondag 12 oktober vierden zij met gastoptredens van enkele oudleden en andere artiesten het 20-jarig bestaan in het TOV-gebouw. De zaal zat bomvol en natuurlijk werd er volop meegezongen met liedjes van toen en van nu. We bestaan 20 jaar en dat vieren we hier in het TOV-gebouw. Het is een geweldige muziekmiddag die we gaan brengen in 3 blokken.
We hebben gastartiesten, we hebben solisten, we hebben oude solisten. En ja, het koor Liederentafel, het is gewoon een geweldige club. En 20 jaar is natuurlijk niet niks. Het is echt geweldig om daar voorzitter van te zijn. En al onze mensen, technische diensten, ze hebben zich uit de naad gewerkt, zoals ze daar zeggen. Op 12 oktober zwom de synchroonzwemgroep van Lutra de musical De Leeuwenkoning in het water. Lutra vervult al 50 jaar lang een zeer belangrijke functie in Helmond waar het gaat om zwemmen in de breedste zin van het woord. Heel bijzonder zijn de shows die zij verzorgen. Je zou het een musical in het water kunnen noemen. Dit jaar had Lutra gekozen voor het mooie, ontroerende verhaal van De Leeuwenkoning. De musical De Leeuwenkoning, waarbij we alle uitvoeringen van de muziek van de musical De Leeuwenkoning gaan we uitbeelden met synchroonzwemmen. En daarnaast zullen op de kant zal het verhaal verteld worden door Timon en Pumba en Rafiki en Zazu. Die zullen op de kant ook nog mee gaan spelen, zodat het verhaal helemaal duidelijk wordt. Eén keer in de twee jaar hebben we eigenlijk een hele grote show. En dit jaar is hij in het teken van de 50-jarig jubileum van de vereniging HZV Lutra. Daarnaast bestaat het synchroonzwemmen ook 30 jaar, dus het is een extra feestje dit jaar. Vandaag, 18 oktober, kan iedereen tot 14 jaar zich inschrijven om speelgoed te verkopen tijdens de speelgoedmarkt op zaterdag 25 oktober, die Speeltuin Leonardus dan organiseert. Inschrijven kan van 2 tot 4 uur in de speeltuin en is echt alleen voor jeugd tot 14 jaar. Vandaag organiseert Stichting Marktpromotie Helmond in samenwerking met Helmond Marketing voor de bezoekers van de Helmondse Weekmarkt de Smakelijke Markt. De marktondernemers verwelkomen vandaag de gasten met de lekkerste delicatessen en maken ze blij met heerlijke herfstsmaken, de laatste tips en de beste recepten. Te midden van alle kramen wordt er een live showcooking spektakel opgevoerd en wordt deze dag het tweede Marktmagazine uitgedeeld. Zondag 19 oktober organiseert Tourclub 81 Helmond voor de 20ste keer de Veldtoertocht. Dit jaar met 3 afstanden, 25, 36 en 48 kilometer. Wilt u komen, dan kunt u het beste parkeren bij Berkendonk aan de Raktweg, nabij de Deurnisseweg. Voor meer info kunt u terecht op de site www.tc81.nl. In Bakhuis De Willig wordt op zondag 19 oktober weer een bakdag gehouden, met demonstraties over hoe broden vroeger met de hand werden gemaakt. Ook zijn er tegen een kleine vergoeding diverse broden te koop. De vrijwilligers staan nu enthousiast te woord over het rijlen en zeilen in het bakhuisje. Op dinsdag 21 oktober kunt u vanaf 8 uur samen zingen in Wijkhuis Het Brandpunt in Brandevoort. U kunt meezingen met de uitvoerende artiest en de tekst wordt in grote letters geprojecteerd op de wand en loopt automatisch mee tijdens de uitvoering van het lied. Woensdag 22 oktober speelt René van het Hof, bekend van onder andere Flodder en Jiske Vet, zijn nieuwste voorstelling Dag Vlieg in Theaterspeelhuis. Een oude man slijt eenzaam zijn dagen in een klein huis. Hij is in gevecht met zichzelf en de spullen om hem heen. Als op een dag een vlieg door het kapotte raam naar binnen vliegt, wordt het hem allemaal te veel. Voor de voorstelling Dag Vlieg kunt u kaarten reserveren via de site van Theaterspeelhuis.
Wegens het grote succes van de twee voorgaande theatershows van Boomba is er weer een gloednieuwe show. Boomba op reis. In deze theatershow, speciaal gemaakt voor kinderen vanaf 1 jaar, neemt Boomba zijn vriendjes van over de hele wereld mee. Het aangepaste licht- en geluidsniveau zorgt bij de allerkleinste voor een bijzondere eerste ervaring met het theater. Na de show komt Boomba naar de foyer om de kinderen te begroeten. Deze spannende reis van Boomba en zijn vriendjes is op donderdag 23 oktober tijdens de herfstvakantie om 1:30 en om 4:00 te zien in Theater Het Speelhuis. Sportaanbieders zetten tijdens de herfstvakantie van 18 tot en met 24 oktober hun deuren open. Zin in een sportieve herfstvakantie? Via Partners van Jip kunt u kennis maken met 20 verschillende sport- en beweegactiviteiten. Kijk voor de locaties op www.jiphelmond.nl. En Jip is met dubbel B. Zaterdag 25 oktober vanaf 9 uur draaien DJ Harry de Mus en DJ René den Bok muziek van de jaren 70 en 80 in Café de Karper in Mierlohout. De toegang is gratis. Ben je graag creatief bezig met lapjes stof en lijkt het je leuk om je hobby samen met anderen te delen? Dan ben je zaterdag 25 oktober van harte welkom bij de naaiclub in Wijkhuis Het Brandpunt in Brandenvoort. Het zijn laagdrempelige naaibijeenkomsten waar je samen met anderen werkt aan jouw eigen naaiprojectje. Je krijgt geen naailes, maar wel de mogelijkheid om in een gezellige sfeer van elkaar te leren. Op zaterdag 25 oktober vindt het jubileumfeest plaats van Kapel de Deurblazers ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Het programma van de avond biedt naast veel ouderwetse carnavalsmuziek ook de nodige verrassingen. Zo zal er een optreden zijn van dansgroep Danza da Bellezza uit Amsterdam en zal topkletser Robert van Lamoen aanwezig zijn. Maar er is ook aandacht voor het echte ouderwetse Helmondse carnaval, waar veel mensen naar terug verlangen. Alles onder het motto Carnaval door de jaren heen. Iedereen is van harte welkom, maar graag aanmelden vooraf via het e-mailadres jubileum@dedeurblazers.nl. Truibuut is een evenement in Wijkhuis Het Brandpunt van tonpraters die exact 15 minuten de tijd krijgen om met zijn of haar buut het publiek te overtuigen. Een middag- en avondprogramma waarin in elk deel 7 tonpraters hun zegje doen. Voor deze middag of avond betaalt u 2 euro. En het entreebewijs is meteen de munt voor het pauzedrankje. Kaarten kunt u kopen aan de bar van Wijkhuis Het Brandpunt, bij Kapsalon De Veste of Schoonheidssalon De Blauwe Reiger. Allemaal gevestigd in Brandenvoort. Tijdens de herfstvakantie organiseert het Industrieel Atrium in Helmond in samenwerking met Modelspoorclub Oost-Brabant een groot modelsporen-evenement. In het Industrieel Atrium staan dan 4 modelspoorbanen opgesteld. 2 grote banen, een kinderbaan, waar kinderen zelf met een modeltrein mogen rijden, en een rangeerbaan. Bij de rangeerbaan kunnen kinderen een rangeeropdracht uitvoeren en zo een machinistendiploma behalen. En kunnen ze een conducteursdiploma behalen door een aantal vragen te beantwoorden en een aantal treinkaartjes te knippen. Ook is er een tentoonstelling ingericht met talloze modeltreinen. Van oude stoomtreinen tot de nieuwste elektrische treinstellen. En er is een maquette te bewonderen van het oude station van Helmond. Dit was weer Door de Week Heen voor deze week. Natuurlijk is er volgende week weer een nieuwe aflevering met nieuws en evenementen uit Helmond. Wilt u dat uw evenement ook bekendgemaakt wordt bij bijna 20.000 wekelijkse kijkers in Helmond? Stuur dan uw informatie naar redactie@omroephelmond.nl. En misschien wordt uw evenement geselecteerd voor uitzending. Zometeen gaan we weer een rit maken door een wijk in Helmond in Door de Week Heen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week.